gaan alles bespreken. Let's go! It's the summer of dinosaurs! De nieuwe knokker? Bus. Bus is de nieuwe knokker voor dit seizoen. Namelijk het seizoen gaat over dinosaurussen en water. We dachten dat deze thema's apart gingen gescheiden worden, maar nee. Maar nee, ineens is dat blijkbaar samengekomen. En ja, ik ga even zeggen wie dat Bus is. Oké, Bus kan je dus bij tier 30 vrijspelen bij de Brawl Pass. Het is dus een dino met een bril op en die is een badmeester. Hoe dat ze daarop zijn gekomen weet ik nu ook weer niet. Maar het is cool ontwerp, cool ontwerp. De Bus, ja. Bus heeft een beetje groter bereik dan El Primo. Maar ik denk dat El Primo langer kan hebben. En jullie zien nu bij Bus zien jullie ook een ronde cirkel rond hem. Jullie denken nu, hè, wat is dat nu? Wel, Bus kan iets kei cools doen. Dus dat is zijn bereik voor zijn super. Bus kan zich eigen to the enemy trekken. En dan kan hij die verder boksen. En dat is kei cool. Ja, zo een beetje meer over Bus. Ik wil hem. Ik wil Bus. Binnenkort video waarschijnlijk. Ja, ja. Skins. Oké, we beginnen met de Brawl Pass skins. Dus dan hebben we Bed Bus, denk ik dat het is. En die kan je op het einde van de Brawl Pass vrijspelen. Heel cool skin, heel cool skin. En voor tier 1 is er natuurlijk ook een skin. En dat is namelijk Surfer Carl. Ook heel toffe skin. Zomerthema skins. Oké, we krijgen dus Dino Leon, Beach Time Mortis, Coco Rosa, Jetski Jackie en dan ook nog eens Whale Watch Nita. Een campagne skin trouwens. Kijk, cool. Oké, we krijgen dus Burger Lou, Hermes Max, Megabox Daryl, die dat we over een paar dagen al gaan krijgen. Een megabox gemaakt voor Daryl. Ik vraag me af hoe dat die rolt. Want, een beetje raar. Ja. Ik vind het alle drie heel coole skin. Zal die Hermes Max. En dan krijgen we ook nog eens Trash Poco, Wicked Stew. Vicious Bibi. Of ik weet niet hoe dat je het uitspreekt. En we kunnen weer een skin gratis vrijspelen. En dat is die Vicious Bibi. Weer een skin dat we gratis kunnen vrijspelen. Zo coole skins weer. Vooral die Wicked Stew. Zo badass. Oké, dus. We krijgen Boca Junior Shelly. America Shelly. UC de Chile Shelly. El Primo Universitario. El Primo Club Nakiolan, El Primo Correza, Old Nacnatol, Colt, bedoel ik, Coro Portento Colt, River Plate Colt, Liquito Mike, Flamingo Mike, Club America Colt, Chivas Mike, en dat zijn allemaal voetbalteams. Dat is heel veel teams gestopt in knokkers. Denk ik Boca Juniors Chelly gaan, want Boca Juniors is toch wel de meest bekendste club in heel die competitie. Dat is ook een Amerikaanse competitie. Laten we doorgaan. 3 nieuwe game modes gaan ze uittesten. Oké, dus we krijgen een volleybal game mode. Dus dan moet je proberen zo lang mogelijk de volleybal bij te houden. En die, ja, dat wint je als je de bal heel lang bijhoudt. Dan krijgen we nog eens een basket game mode. De goal beweegt de hele tijd. Een soort van brawl ball. Maar dan met een basket goal shitting. Dus dan moet je in elkaars goalen gaan gooien. En prison blunder is weg. Maar dan in een trophy dingen. En er is ook een hold to trophy. Dan word je vertraagd. En dan moet je om te langste de trofee vasthouden. En degene die dat langste vasthoudt. Ja, die wint met zijn team. Yeah. Veel updates voor Map Maker. Zo cool.
Nu in Maker kan je ook dingen aanzetten. Bijvoorbeeld meteoren, de boksende robot dat erachter komt. De drankjes waardoor dat je sterker en groter wordt. De healers en zo. Allemaal coole dingen. Dat komt er zeker al bij. Je hebt namelijk healing, dan krijg je dus HP erbij. En je hebt dus ook spikes, en dan ga je denk ik vertrager. Dus krijgen ze en die komen uit de grond, shit dingen. Daarnaast heb je nog damage clouds, dan krijg je dus wolken die ook mee een kleiner wordt. En van wie cloud met, kan je dus gewoon plaatsen en dat een explodeer vet. En daarnaast heb je ook nog een slow shit, dingen dat je heel traag wordt. Kijk, cool, natuurlijk. Ik weet niet de beste uitleg, maar. Een nieuwe knokker! Ja, inderdaad, een tweede knokker. De tweede knokker is Grief, en dit is een epische knokker. Hij compleet ook het trio van de gift shop dingen met Edgar, Colette en nu ook Grief. Grief is de baas over de twee mensen. Super cool. Ja, Grief die doet denk ik geld. Gooit die op mensen en dat doet damage. En dan die zijn super. Dat is heel cool. Dan gaat die soort van. Je kent toch de kaarten van Tara? Ja? Wel, die kaarten die zijn groter en die doet hij ineens zo in een zoek zo. Ja, doet hij zo en dan krijg je die andere knokkers damage. Wauw, echt, deze knokken moet ik hebben. En duidelijkheid, hij is gratis. Vrij te spelen bij een challenge. Maar nog steeds gratis, dat is wel leuk, toch? Er komen 10 nieuwe gadgets uit. Ik weet nog niet welke dat er zijn, zo'n pro ben ik nu ook weer niet. En er komen, voor elke knokker komt er 1 animated pin, oftewel voor de chromatische knokkers dacht ik, oftewel voor alle knokkers. Dus dat is heel cool. Er komen ook 2 nieuwe gouden skins, namelijk voor Mr. P en Cold. Very nice. En ja. En dan zitten we al aan het einde van deze video. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal. En volg me ook op Instagram. TikTok mag ook. Gewoon dezelfde naam. Maar ja, dan zie ik u in de volgende video. En dan, ja. Ik zie jullie later, bazen.